Hey, leuk dat je kijkt en aanwezig bent. Ik voelde vandaag echt heel duidelijk dat ik even een video wilde opnemen. Er is namelijk iets gebeurd vandaag. Je kijkt naar mijn vlog Leef Verlicht. Ik ben Sander de Zwart en samen met jou en met mijn gasten ga ik op zoek naar de essentie van een leuker, lichter en luchtiger leven. De foto's die Bart-Jan de Bruin, hele leuke, toffe vent, fotograaf die bij mijn Man en Missie weekend aanwezig was en foto's heeft gemaakt. Echt de diepe processen met de mannen heeft vastgelegd, terwijl hij ook zelf als deelnemer in het proces inging. Ik kreeg de foto's te zien en hij heeft me af en toe al wat laten zien van de foto's toen hij bezig was om ze te bewerken. En nu ik ze achter elkaar heb bekeken, ontroerde het me echt enorm. Iedere keer weer springen de tranen in mijn ogen op het moment dat ik de foto's weer voorbij zie komen van de diepe processen, de verbinding, de broederschap, de hele mooie momenten, de blije gezichten van de mannen, de diepgang. En ik merk ook al meteen dat ik weer vol schiet, omdat ik er zo'n dankbaar gevoel aan over heb gehouden. En ik deelde dat ook met de mannen die meegingen, want die mogen ook vanaf vandaag de foto's bekijken. En ik mag ze nu nog niet delen online. We gaan eerst nog even met elkaar ook integer kijken naar wat we gaan doen met de foto's. Want ik wil ze natuurlijk heel graag delen met iedereen op social media, op mijn website. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er is echt heel veel openheid en kwetsbaarheid getoond. En moed en lef getoond door de mannen die mee waren. En ik kan me voorstellen dat ze niet bij iedere foto staan te springen om het te delen met de wereld. Omdat het echt heel kwetsbaar kan zijn. En tegelijkertijd voel ik daarbij ook weer mijn eigen weerstanden die ik ook kon hebben als het ging om het delen. Om het te delen wat er in mijn hart gebeurt, om te delen wat ik voel, wat er speelt in mijn leven, wat er daadwerkelijk vanuit mezelf, vanuit mijn lijf gebeurt, wat ik daarin allemaal ervaar, dat mocht er heel vaak niet zijn. Dat mocht ik niet voelen. En die foto's terug te zien van dat weekend bevestigt weer zo enorm hoe blij ik ben dat ik dit pad ben gaan lopen. Dat ik in de eerste plaats mezelf, maar daarnaast ook heel veel mannen help om zichzelf te zijn. Om ze de moed en de kracht te laten voelen om daadwerkelijk te gaan staan wie ze diep van binnen zijn. Omdat ik daar in het verleden voor mezelf nooit ruimte aan gaf. Ik kon mezelf niet zijn. Ik stopte misschien wel de mooiste stukken van mezelf altijd weg. Omdat het er niet mocht zijn. En in de eerste plaats denk je vaak dat het is omdat de buitenwereld het er niet laat zijn. Dat de mensen om je heen het er niet laten zijn. Of dat je bang bent om afgewezen te worden. Maar tegelijkertijd besef ik heel goed dat het gaat niet om wat een ander denkt of vindt. Uiteindelijk ben jij zelf degene die jouzelf het hardste afwijst. En dat heb ik zo lang gedaan. En naarmate ik dat gewoon ben gaan omarmen, dat ik mezelf ben gaan omarmen, merk ik dat het leven voor mij veel lichter wordt. Dat het veel draaglijker wordt. En dat ik andere mannen daar ook in
kan stimuleren. Dat ik eigenlijk in zijn spiegel eigenlijk de toestemming geef om ook zichzelf te zijn. En dat is wat er in die foto's ook heel duidelijk terug te zien is. En waarom emotioneert het me? Het is niet omdat ik er verdriet om voel. Het is puur omdat ik zo diep van binnen voel dat dit het is dat ik te doen heb. Dat het mijn allerdiepste, diepst gewortelde missie is om mannen het beste uit zichzelf te laten halen. En tegelijkertijd besef ik me ook, en ik wil dat ook meteen meegeven in deze video, dat het zo krachtig is om foto's te bekijken waarin er een hoge energie zichtbaar is. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld ook voelt, ik zit laag in mijn energie, of ik ben moe of futloos. Ik zou je de tip willen geven, ga terug in de tijd. Bedenk een moment waarop je heel erg hoog zat in je energie. Waar je voor je gevoel de hele wereld aan kon. Waar je een enorm hoge vibe ervaarde. En op het moment dat je daarvan de foto's weer bekijkt, mocht je die terugvinden, dan kun je instant in verbinding komen met die hoge vibe. En dat is wat er ook gebeurt als ik die foto's van het Man en Missie Weekend bekijk. Want we zaten in zo'n enorme hoge vibe met elkaar. Vanuit openheid en vanuit kwetsbaarheid. En als ik de beelden zie, dan ontroert het me meteen. Dan maakt het me ook zo ongelooflijk blij. Dan voel ik me volledig energiek. Dan zit ik helemaal in mijn eigen lijf. Dan kan ik de hele wereld aan. En dan heb ik gewoon zin om te spelen. Te spelen met het leven. Want het leven is zo mooi. Is zo prachtig. Ondanks alle tegenslagen die ik ook tegenkom onderweg. Het is niet zo dat, want dat wordt wel eens gedacht van mensen die mij volgen, van ja, jij hebt makkelijk praten, want jij hebt dit allemaal al voor elkaar. Voor mij is het ook nog steeds een weg, een leerweg. Ik ben niet alleen een meester of een leraar, maar ik ben ook de leerling. En dat is ook zo duidelijk, was zo duidelijk ook te merken in het weekend waarin we verbonden met elkaar, dat ik de ene keer de pet op heb van een leraar. En een andere moment kan ik er ook gewoon helemaal in zakken als leerling. Dan breng ik mezelf als persoon, als mens volledig in. Met mijn eigen kwetsbare stukken, met mijn eigen onzekerheden, met mijn eigen innerlijke criticus die er af en toe nog eens kan zijn. Ik laat me er steeds minder door leiden, maar het is er nog wel. Het kan er nog zijn. Er zijn zat momenten waarop ik even weer teruggetrokken word in mijn hoofd. En dat de wereld eventjes in elkaar lijkt te storten. Die momenten, die zijn er. Voor mij ook nog steeds. En dan gaat het om een diep geworteld vertrouwen, dat ik echt in vertrouwen kan zakken en vervolgens in overgave durf te staan. En van daaruit gewoon weer te zien hoe mooi het leven is. Weer uit het hoofd vandaan te gaan en te zakken in mijn lijf. En daarin wil ik je graag meenemen. Je helpen en af en toe eens een tip geven van wat helpt je om in een hoge energie te komen. En dat, ja, voor mij was het weer heel erg duidelijk dat het bekijken van foto's waarin een hoge vibe aanwezig is, dat me dat ook gewoon meteen weer helpt om in die energie te komen, om in die energie te stappen. Dus ja, mijn tip ook aan jou, ga voor jezelf na wanneer jij voor het laatst in een hoge vibe zat. En kijk of je daar nog de foto's van hebt. En heb je daar geen foto's van, sluit dan je ogen.
wees dan even in stilte. En roep dan weer op wat je op dat moment voelde, wat je zag, wat je meemaakte, wat je rook, wat je proefde. Waar je was, wat je deed, wat er door je heen ging. Want dan kom je vanzelf ook weer in die staat van zijn die jou gelukkig maakt. Ik hou het hier even bij. Dankjewel.